Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 12 mei 2015. Het is het bulletin van dinsdag. Vandaag een klein stukje opinie. Op aggregatorwebsite amateurradio.com vraagt Michael KG9DW zich af of alle toevoegingen als de niet door amateurgebruik geactiveerde gesproken tijdmeldingen die de repeaters doen in de VS wel legaal zijn. Het artikel maakt niet goed duidelijk of het wel of niet mag. Michael haalt een voorbeeld aan van het heruitzenden van weerberichten van de National Weather Service, van het Amerikaanse KNMI zeg maar, wat dus kennelijk niet mag. Het is, don't ask, just do, zo concludeert hij. Niet vragen, gewoon doen. In sommige gevallen is dat inderdaad beter. Waarom zou je AT lastig vallen met de haarkloverij van bepaalde dingen uitzoeken die misschien niet of nog niet helemaal duidelijk liggen? Ik ben zelf lange tijd nogal een tegenstander geweest van met name gesproken callgevers bij repeaters. Natuurlijk heb ik makkelijk praten, want ik kan alle informatie in Morse vrij gemakkelijk ontcijferen, ook al zit ik daarbij met een portofoon op de fiets. De mensen van PI2NOS, PI3UTR en PI610 hebben daarbij ook een manier gevonden waarbij dat op een of andere manier eigenlijk best goed werkt. Mogelijk is dat ook door de sympathieke stem die het allemaal mag omroepen. Voor een zogenaamde minimal repeater is echter ook wel wat te zeggen. We hebben daar in deze regio een goed voorbeeld van. De repeater PI2AMF kun je met een gerust hart een minimal repeater noemen. De enige extravagantie aan de repeater is dat hij, ook als hij niet gebruikt wordt, wel in de bakenstand zijn call in morse uitzendt. Dat is volgens de voorwaarden geen verplichting. Maar verder is er geen rotsiepiep, er zijn ook geen toontjes of wat ook nodig. Doordat er wel een zogenaamde tail is, dat wil zeggen de zender blijft na het sluiten van de squelch nog even werken, kun je wel bepalen of je de repeater aanspreekt. Mooi toch, dat er twee repeaters zijn amper 16 kilometer uit elkaar met zulke verschillende opvattingen over de filosofie van zoiets. En ook echt des amateurs. Waar in de ether alles strak gereguleerd is, hebben de amateurs als enige de vrijheid om het gebruik dat ze van de ether maken zelf in te delen. De meeste amateurs zullen het niet weten, maar amateurs zijn ook de enige ethergebruikers die wettelijk gesproken geen gebruik hoeven te maken van een vaste kanaalindeling. Vandaag slechts één nieuwsbericht. Er is nu dus heel snel al een codeplug beschikbaar gekomen voor de Tango Yankee Tango MD380 DMR portofoon. PLMAG heeft een codeplug gemaakt voor de MD380 van TET, zo schrijft ham-dmr.nl. De codeplug is gebaseerd op de codeplug van DIC PH0DV voor de CS700. De codeplug, USB-driver en CPS-software is te downloaden via de website ham-dmr.nl bij het tapje bestanden. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Tuesday, May 12, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today we only have an opinionated piece. Southgate ARC has an article by the people of rfinder.net annexed the Worldwide Repeater Directory next to a recently added feature where you can plan your route and create a file for your radio to have the appropriate repeaters programmed. And the feature of this article, Facebook integration and an app for Android and iOS, in my humble situation I also see some disadvantages. For example, I would expect a directory like this to be completely public, but that turned out to be a disappointment. To view the repeaters I not only have to register, but I also have to pay. Okay, $10 is not a large amount, but why is this info about the volunteer work of so many repeater builders not available for free? I remember from a year or two or three ago that I could have a look at rfinder via a smartphone app for free. What I got then was very disappointing. Around 75% of the repeater info in the Netherlands was outdated then. But maybe with the help of the member submissions this problem has been solved. But how was I to know? I can only check by paying the membership fee. By looking around the site I also found a page with a Google Maps frame. No repeater call signs there, neatly hidden for the paying customers, only dots where I can expect repeaters in my country to be. Well, there are some changes I can say after my last visit of some years ago, but the situation surely hasn't improved. Several repeaters that have gone off the air in the last 2 years are still there on the page, and most new additions, especially the most prominent ones, are dearly missing. One advice from me, for an accurate view of the Dutch repeater situation, go to www.hamnews.nl, that is www.hotel-alpha-mike-november-india-echo-uniform-whiskey-sierra.nl.
press on the repeater tab on top of the page and voila. And that's all for free. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op pnlete.nl. Wil je mijn nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. De korte golfuitzendingen van de Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur midden-Europese zomertijd te beluisteren op zowel 6005 kHz in de 49 meter band als op 7310 kHz in de 41 meter band. Er zijn de dag erop twee herhalingen, 's ochtends om 10 uur op 7310 kHz en 's middags om 14:30 op 9560 kHz in de 31 meter band. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.